is vandaag donderdag 18 augustus. Ja, 2022. 2022. Voor de mensen die bijhouden. En ik zit hier in het lokaal van Martententatief in Mortsel. Vlak aan, dit is de Loos 68. Ja. Waar we Joker op reis doen. En ik zit tegenover Fuad Hassan. Jazeker. En ik heb hier een beetje... Nou ja, het ziet er toch nog redelijk uit. Want, dus, dit heb je in een kwartier. Ik ben er ook niet van aan het zweten of zo. Heel goed. Hoe is het? Goed. Hoe is de zomer? De zomer is heerlijk. De zomer is fijn. En vooral ook omdat ik na de zomer weer ga beginnen met toeren. Ja. Ik heb een seizoen uitgesteld vanwege al die omstandigheden. Waar laat was allemaal zo ontweken. Ja. Dus toen heb ik besloten van weet je wat. Dit seizoen ga ik niet toeren. Ik ga alleen maar stand-uppen. Weet je, materiaal vergaren. En dan begin ik 2023. Dus ik heb heel veel zin in... Ga je dan in première? Of ja, eerst toch try-out? Eerst is het try-out. Van september try-out. En dan 10 december is de première in Boom Chicago in Amsterdam. En Boom Chicago? Waar ik heel veel zin in heb. Ja. Ben ik nog nooit geweest? Een te gekke plek. Hoor ik alleen maar goede dingen over. Maar het is zo Amerikaans. Ja. Het is heel Amerikaans. Ik heb daar een paar weken geleden... Vorige maand heb ik daar gespeeld tijdens het Boom Chicago Comedy Festival... En de eigenaar is Amerikaans en het is allemaal Amerikaanse toestanden. En ik kwam eraan en het was zo, oh my god, so good to see you. Do you know me? No, but I'm just so thrilled to see you. You're gonna be great. Oh, you think so? Yeah, you're gonna be great. Ik weet niet wie je bent. Ik weet niet wie je bent. Maar het helpt wel. Ik zei, oh shit. Ja, kan je dan zelf ook? I guess I'm gonna be great. En was je ook goed? Ik was ook goed, ja. Oké, dus dat klopte wel dan. Ja, het heeft wel geholpen, ja. Maar ik had echt meteen zoiets van, hier kunnen wij nuchtere Hollanders echt iets van leren. Ik word daar cynisch van. Nee, ik vind dat lastig soms. Wat? Van dat overdreven positivisme. Ja, maar misschien omdat ik Nederland gewend ben. En was dat voor die ene keer was dat even fijn of zo. Ja. Ik weet niet of maar het... Maar in Nederland zijn ze ook nog wel iets positiever dan in België. In België doen we wel... Ja, oké. Okay. Ja. Hoewel in Nederland het ook wel een soort... Doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Ja, is ook wel dat een beetje... speelt heel erg in Nederland. Maar vooral ook dat verschil ineens, man. Ik kom daar aan. Oh my god. You're gonna do great. En ik zeg, but I've never been here. Don't worry, you'll get him next time. Oh shit. Fuck. I'll get him next time. Shit. Man, dat was heerlijk. En heb je toen besloten, hier wil ik mijn première doen? Of was dat gewoon een samenloop van omstandigheden? Nee, dat was al de bedoeling. Omdat ik nu voor het eerst echt voor een stand-up show ga. Ik ga echt een stand-up show maken. En dat is gewoon per uitstek... Vorige shows waren iets cabaretesk. Waren iets meer cabaretesk. En ik heb me daar nooit echt mezelf in gevoeld. Ik had altijd het idee dat ik een soort van kunstje of een trucje aan het doen was. En het duurde ook heel lang voordat ik... in de voorstelling zat. Het duurde gewoon net iets te lang. Is dat omdat je voelt dat het wereldje dat verwachtte van jou? Ja. Ik dacht dat zij dat verwachtte dat van mij. Dat zou moeten. Ja, precies. Hmm. Maar nu met mijn vierde programma heb ik zoiets van, nu ga ik wel gewoon... Heeft drie doen. Programma's geduurd? Ja. Ik ga niet zeggen dat lang is, maar lang. Dat is wel lang. Ja. Maar ik dacht, nee, maar... En hoe is die evolutie over die drie programma's geweest? Kijk, bij de eerste programma is met heel veel comedians die ineens theater ingaan, is gewoon al het materiaal wat je al had, van de beste stukjes uit, een mooi verhaal van maken. Ja. En dat is gewoon nog lekker om te spelen, want dan zit je nog een beetje in die stand-up vibe. Ja. En het tweede programma... dat is een beetje een reactie op het eerste programma. Ja, zit je een beetje half in. En bij drie moest ik echt vanaf nul beginnen. Dat was ook de eerste keer dat ik met niks naar mijn regisseur ging. Ah, ja. Ik werk samen met Wimmy Wilhelm, een actrice en regisseur. En ik had niks. Ik zeg, ik heb niks. En voor haar is dat normaal om zo te werk te gaan. Om gewoon vanuit nul samen te werken. Ja, tuurlijk. Maar voor mij was dat heel... Ik zeg, maar ik heb niks. Ik weet niet wat grappig is of niet. Dus, en dat was en bepaal je dan eerst... thema's? Of bepaal je dan eerst jokes? Wel thema. Ik heb dan wel een soort van idee wat ik ongeveer wil vertellen. Want... Ja. Ja, als je een programma gaat maken, moet je een half jaar of een jaar van tevoren moet je een titel geven. Moet je al een titel soort, geven, ja. Dus dan weet je, ik wil dat het ongeveer hierover gaat. En dan is het voornamelijk gewoon ideeën, alles wat ik heb opgesproken. Maar wat is dan het verschil met nu met die vierde show? Het verschil met die vierde show is dat, omdat het nu echt een stand-up show gaat worden, is het ook, als ik een idee heb, kan ik het meteen uitproberen en dan weet ik dat het werkt of niet. Ja. En
Het proces van het maken van een programma duurt gewoon net iets te lang voordat ik weet of iets werkt of niet. Ja. En dat vond ik net iets te spannend. En daar hangen ook te veel stukken aan elkaar vast. En kun je, als je het Ja, ene weg doet, dan klopt het andere niet precies dat. meer. Ik had ook echt het idee dat ik naar de Schouwburg ging en dat ik bij mezelf als het ware gewoon op play had gedrukt en dan Ja. de voorstelling spelen. Ja, Dat was niet meer ja. leuk. Het was Als een niet soort meer. theatermonoloog. Ja. Ja. En Ja, en dat wil sommige ik mensen gewoon vinden niet. dat juist heel prettig, maar ik vind dat juist minder Ja, leuk. nee, ik vind niks. Ja, Het moet maar ja, het moet ook leven. bij jou passen. Kijk, als je dat graag, als je dat zelf, als je dat Ja. bent, dan moet je dat doen. Nee, Maar als je sommigen dat vinden niet het bent, inderdaad ja. fijn. Ja. Sommigen vinden het inderdaad fijn dat gewoon, oké, dit is gewoon van A tot Z, staat het gewoon vast. Die doen het gewoon zonder moeite. En als het meer stand-up is, betekent dat ook dat er dingen kunnen veranderen? Of ga je hem wel af? Als die Ja, af is, het is wel. wel een rond verhaal. Ja. Maar als ik zin heb om met het publiek te praten, dan ga ik dat doen. Ja. Bij mijn vorige programma's kreeg ik vooral in het begin heel vaak op mijn flikker van Mimi. Want ze zei: nee, dat mag ik pas doen als de voorstelling af is. Hij is nu nog niet af. Dus hou je gewoon aan de. Aan de tekst, aan Ja, hou de. nu gewoon aan de tekst. Pas als je zeker bent van de tekst, dan kun je. Oké, Dus ja. alright. Ja. En ik Dus je snap het bent ook wel wel met weer. diezelfde regisseurs blijven werken. Dat is waar je de vorige shows ook met. Ja, want ik heb het ook echt aangegeven Ah van ja. ik ga wel zo'n soort programma maken. En ik weet niet of dat jouw Ja, expertise is. ja, En ik heb daarmee lang aan de telefoon gezeten. En ik vertrouw er wel op, want ze is wel een vakvrouw. Ze weet wel wat ja. ze doet. Ze En weet ze wel kent wat natuurlijk krachten. na een paar, wat zegt dan een paar stappen, Ja, en ja, ze weet wat mijn dan krachten weet ze zijn. weer, Ze oh, weet weet. ze wat jij wel wilt, wat jij Ja. kunt. En, ja. Dus ik heb wel vertrouwen, Ja, ja. snap ik wel. Om met zo iemand dan een eerste show te maken is lastig, maar dit gaat, ja. Ja, dus dat is wel spannend. En ook, maar ja, er zijn er ook mensen die misschien een andere stijl verwachten. Of is het een grote stijlbreuk? Of hoe Nee, daarbij eigenlijk voorstellen? niet. Eigenlijk doe ik in Maar zeg, principe ik heb je zelf natuurlijk niet. nooit aanvullend gezien. Ik heb je alleen maar in de Joker en dat soort dingen. Dus dat is toch pure stand-up. Dus ik ga waarschijnlijk gewoon hetzelfde zien. Ja, jij gaat waarschijnlijk gewoon hetzelfde zien. Ja, wat zeg je Alleen, nou? Het is gewoon alleen het hetzelfde. ding is, ik zit even te kijken. Weet je wat zo gek is? Omdat de titel is ook Vogelvrij. Ja. En iedere keer als ik bij mijn vorige cabaretprogramma's iets theatraal deed, dan voelt het nog meer alsof ik een kunstje deed. Ja. Maar nu ben ik veel theatraler dan ooit tevoren, omdat ik me gewoon vrij voel. Ik voel me gewoon vrij om gek te doen. Dus nu ben ik ook veel meer bereid om. Dus je zegt aan de ene kant, ik wil minder cabaretesk zijn en daardoor is er ruimte voor meer theatraliteit. Ja, Dat is weird. heel Dat is raar. heel weird. Ja, Dat maar klinkt heel het is bij tegenstrijdig. mij is het van. Ik moet niet het gevoel hebben dat ik me beperkt. Dat ik word beperkt. En Ja, vaak doe ik het ook zelf. natuurlijk. En. Nu met deze titel en nu heb ik ervoor gekozen om te gaan stand-uppen, voel ik Ja. me zo vrij om ook gewoon een dansje te doen of whatever. Ja. Maar wel met Maar handheld. wel met een handheld. Ik kan daar veel meer mee. Ik Ja. kan geluiden creëren, dat ding is een instrument, ik kan er heel veel mee. Heb je altijd met een handheld gespeeld of heb je ook wel met headset? Want ja, Mijn programma is altijd met een headset. ja, precies. Dus dat is ook wel een belangrijk ding of zo. Want stand-up is met een handheld microfoon, hè? En ik voel me gewoon zo vrij als ik dat. Het is En heel met of raar om te zonder zeggen. snoer. Dat is ook nog een Ook dingetje, nog een ding, ja. Volgens mij, met snoer is klassieker. hè? Ja. En volgens mij het geluid ook altijd gewoon Ietsje beter, beter. beter, hè? Ietsje, nou, ietsje. Ja, dan zijn Voller. minder problemen. Dan Ja, kunnen ja. minder problemen Ja, veroorzaken. ja, ja. Nee, het liefst wel gewoon met snoer. Ja. Maar zonder snoer is geen probleem. Maar dan, en als je een avondvullende show maakt, maar je moet hem nu nog try-outen, maar zijn er dan ook over decor en dat soort dingen? Want waar ligt de grens Ja, tussen precies. cabaretesk en stand-up? Dat is Want een goede stand-up is vraag. eigenlijk spot aan Ja. en een uur of. Want dat is ook zo. Dat is dan ook nog een ding. Stand-up shows zijn vaak 60 minuten. Ja. Maar een theater, een Ja. cabaretshow is Ja, 90. ja, 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 Dus je gaat 90 minuten stand-up dan. ja. Ja, ik wil het beperken tot 1 uur, tot 80 minuten, 1 uur en 20. Oh ja, 1 uur 20. Ja. Ja, en 1,5 uur is echt lang. Ja. En ik ga er natuurlijk wel Zeggen wat. ze vaak. Ja. Dat is wel, krijg ik vaak te horen. Nee, maar iedere keer, zelfs na mijn derde show, iedere keer als ik klaar was met de voorstelling, heb ik echt zoiets van: ze hebben gewoon 1,5 uur naar mij geluisterd. Hoe de fuck? Waarom? 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 Ze hebben oppas geregeld. Ze hebben maanden van om naar mijn fucking verhalen over groenten te luisteren. Oh mijn god. Ja, dat denk ik. En decor en licht en zo, want ja, dat is ook wel. Ja, ik ga wel wat licht doen. En qua decor wil ik het wel minimalistisch houden, want het is niet zo dat
Het is mijn show. Ik kan ermee doen wat ja, ik wil. Ja, je kunt doen wat je wil. Dus ik ga nou niet ineens van... Nee, ik ben puur stand-up en blablabla. Oh ja, dan ben ik er ook ineens beperkt. Ja, maar dan ben je... Dus door je vrij te maken moet je ook niet beperken. Nee, precies. Ja. Maar ik ga nou ook niet van... Nee, ik ben puur stand-up. Ik ga alleen spot, krukje, microfoon, net zit. Dat wil ik mezelf ook niet aan. Nee, natuurlijk. Ik wil wel een soort van show gaan geven. Dus ja. wel een vet lichtplan. Ja. Misschien een enorm stuk. Ja, dat er wel een verschil is tussen iets in een comedyclub zien of ja, niet. Ja, 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 ja. Maar qua stijl is het wel stand-up. En inhoudelijk? Waar gaat het over? Waar gaat de show over? Nou, afgelopen periode hadden we niet zoveel vrijheid, om het zo even te noemen. Nee, ja. Dus ben ik me gaan afvragen van, ja, we roepen wel dat we vrij willen zijn, maar kunnen we echt de vrijheid wel aan, vraag ik me af. Ja. Als we echt, echt vrij zijn, zoals we dat willen, kunnen we dat wel aan? Zijn we niet te gedomesticeerd, zeg maar? Ja, ja, ja. Dus, ik denk niet dat je het aan kan. Ik zou het niet aan kunnen. Ik, daar hoor ik nou niet bij, maar ik ken ook wel mensen die het eigenlijk wel prettig vonden dat er lockdown was. En dat ze niet met andere mensen moesten... Ja, omdat er een soort... Er was een soort van kader. Zo van, oké, dit mag allemaal niet, maar daarbinnen mag ik wel alles doen. Ja. Dus daar zat ik ook mee. Ja, want ik bedoel... Je kunt niet naar je werk, maar je kunt wel in je onderbroek je werk doen. Toch ook een bepaalde vrijheid. Ja, 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 ja. Je kunt eigenlijk schijten en werken tegelijk. In theorie, je kunt je laptop mee op het toilet pakken. Kan. Ik vraag me af hoe jij dit gaat editen straks. Niet? Oké. Okay. Nou, in je op het toilet ga ik dit editen op mijn computer. Nee, ik heb ooit een voorbeeld gebruikt om aan te geven of we echt de vrijheid wel aankunnen. Ja. Is het ontbijtbuffet in een hotel. Zeg maar in een 4-sterren hotel. Kan ik niet aan. Voor mij is dat echt zo van, oké, hier krijg je vleugelvrijheid. Je mag van alles mag je pakken. Maar dan zijn we ineens alsof we een nooit eten hebben gezien, jongen. Dat is echt, ik wil bacon, ik wil pannenkoeken, ik wil flensjes, ik wil jus. En tegelijk. Ja, ja. Tegelijk. Ik pak in 5 borden en dan kom ik terug. En dat is pas ronde 1, hè, want godverdomme tot 10 uur. Ontbijt is tot 10 uur. Ik dat zo hard. Dat is een klein beetje vrijheid als je krijgt. Nee, dat is zeker ook inderdaad bij zo'n grote buffetten. En niet alleen ontbijtbuffet, gewoon ook van die buffetrestaurant. Ja, ja. Want ik kan iets goed kiezen, dus ik vind het prettig als er van alles is. Ja. Maar ik kan ook iets goed kiezen, dus laat ik op mijn bord. Ik pak nu altijd een klein bordje, maar ik ga wel 12 keer. Dat is, en ik leg ook een scampi en een cheesecake en frietjes. En ook een stukje, dat stukje lasagne zag ik ook wel lekker uit. Het is allemaal niet koosje, het mag allemaal elkaar aanraken. Het gaat zich daar allemaal aanraken. Hoor. Goed leren kennen daar binnen. Nee, maar ik ben iemand die vrij kan. Dat ben ik. Dat is te veel, ja. Ja. Zo'n puppy die ineens wordt losgelaten. Ik mag alles doen. Maar dan krijg je dus ook van... omdat je zoveel keuze hebt, dat je geen keuze durft te maken. Omdat je bang bent om een verkeerde keuze te maken. Dus dan zit je ook gewoon vast. Ja. Ik heb onlangs zitten vertellen tegen ook iemand. Dat, ik ben ooit met Alex en die op vakantie geweest. En dan, die wordt altijd een beetje grumpy als die honger heeft. Oké. Okay. Maar... Misschien moet hij zijn bloedsuiker even... Heeft hij dat wel eens gecheckt? Is hij, Ja, weet ik niet. Dat was al lang geleden, dus het zal alleen lukken zijn. Inmiddels. Maar die wordt altijd een beetje grumpy als hij honger heeft. Maar dan door de honger weet je ook niet meer wat te kiezen. En daardoor, dat is een soort vicieuze cirkel. Denk je zo, als je honger hebt, denk je van, ja, bij welke hebben we dan in Barcelona, denk ik dat was. Ja. En dat is zo'n straat, alleen maar restaurants, van alles. En dan gewoon kwaad zijn. Moet nu gegeten worden, maar ik weet niet wat. Ja. Maar welk restaurant gaan we dan? Ja, gaan we naar dat, of gaan we naar die, of gaan we... Ja, ik weet het niet. En nog kwaaier worden. Ja, ja. En ondertussen nog honger. En nog meer honger. Eigenlijk moet je op dat moment gewoon even een broodje in zijn bek stoppen. Gewoon even snel. Gewoon even. En dan even kalmeren. Even kalmeren. Oké. Ah, goed zo. Griek. We gaan naar de Griek. Ja. Ja. Op dat moment moet je gewoon even iets in zijn bek stoppen. Ja, dat is zo. En dus over vrijheid en over keuzestress en over... Ja, 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 ja. En heb je dan zelf ook... Is dat een ding bij jou ook? Nee, maar ik was dus degene die gek genoeg die beperkingen wel fijn vond. Ah, toch? Oh, ja. Ja, ja, omdat van wat ik net zei, ze van oké, dan is het zo een soort van kader gemaakt. Ja. Voor iedereen gelden dezelfde regels. Dit mag allemaal niet, maar daarbinnen mag alles wel. Ja, ja. Ik voelde me in die kader, voelde ik me gek genoeg heel vrij. Ja. En zocht je dan ook de hoekjes en kantjes op? Ja, precies. Mag dit nog wel? Ja, ja. Ja, spannend. Ja, dat is leuk. En
Voor de rest heb je dan, want je hebt van een jaar, ja oké, ook door corona natuurlijk, maar het laatste jaar kon er wel gespeeld worden. Ja. Dan heb je vooral setjes gespeeld overal? Ik heb vooral setjes gespeeld. Ik heb, wat ik afgelopen maand in Boom Chicago heb gedaan, was de eerste keer dat ik echt 75 minuten heb gespeeld. Ah ja. Dus dat is ook even wennen. Ja, tuurlijk. Dus even wennen van, oh ja, wacht even, schakelen, spanningsboog, blablabla. Ja. Maar ik heb toen half oud materiaal en half nieuw materiaal, wat ik... tijdens première gaan doen. Ja. En, maar het viel goed. Het was een fijne plek om te spelen. Ja. Ja. En heb je een mooie speellijst? Heb je een leuke... alles is ook een beetje door elkaar. Ja, ja. Het is heel lastig. Ja, ja. Nee, ik ben tevreden. Ik ben blij mee. Vooral het is een goede om lekker weer in te komen. Volgens mij staat het iets van 45 of zo. Oh, ja, dat is 40, mooi. 40, mooi. Ja. 40, 45. Met 40, 45. Ja, dat is top. Er wordt een heel goed ding over. Ja, ja. Nee, ja, dus... camera niet, nee, heb je daar geen mening over? Want nee, je leert toch? Nee, niet als Nederlander. Vrij van mening zijn, gaat het daar ook over? Ik ben erachter gekomen, er zijn een paar dingen in Nederland waar je absoluut geen grap over mag maken. Dat is er één van. Is dat echt zo? Ja, dat voel je. Het is niet dat het zo wordt gezegd, maar je voelt gewoon in de zaal, die gaan er niet om lachen. Maar soms heb je dan ook één debiel die dat ook roept. Heb je dat ook al gehad? Die zegt, dit gaat niet, dit mag niet. Ja, ja, ja. Zeker in Nederland. Ja, ja, ja. Er zijn twee of drie dingen wat een soort van onderling echt is afgesproken, zonder dat het is vermeld of zo, dat de zaal als één geheel ineens reageert van, nee, die gaan we niet om lachen. Nee, ja. Heel gek. Ja, dan wordt het lastig. Maar ik ben daar ook wel iemand die dan juist dat wel wil horen. Ik denk, ja, ja. Ja, maar het is ook een ding als comedian zijn. Ik bedoel, hetgeen wat wij willen, is een reactie. En het liefst door middel van lach. Ja, ja. En wat al die cancel cultures niet echt snappen, is als je wilt dat een comedian die grap niet maakt, moet je gewoon niet lachen. Want dan gaan we gewoon op een andere grap. Maar als je gaat roepen, dit mag niet, dan willen andere mensen weten, wat heeft hij dan gezegd? Ja, precies. Ja. En dan gaat hij, oh, ja, ja. Ja, precies. Is dat iets waar je ook mee bezig bent, over vrijheid, verbindingsuiting en dat soort dingen? Want ja, dat is ook een soort vrijheid. Ik ben er niet per se mee bezig, want ik ben niet iemand die bewust de grens opzoekt. Nee. Als ik iets zeg en het ligt op de grens, dan is dat gewoon toevallig. Maar het is niet dat ik daar bewust op zoek naar ga. Nee. En nee, dat is niet iets waar ik me echt mee bezig hou. Oké. Okay. Ik vind heel veel dingen boeien mij ook niet. Ik vind heel, nee, maar echt, ik vind het raar om te zeggen. Heel veel dingen boeien mij ook niet. Ja. Die controversiële onderwerpen of grote onderwerpen, ja, ja, of maatschappelijke. Dat soort dingen boeien. Meer voor de details en, ja, 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 de conservatieve. Ja, en voor de goede verstaander, die begrijpt dan van, oh, hij bedoelt dat met die grap. Ja, ja, ja. En als je dat oppikt, prima. Als je het niet oppikt, dan lach je maar om die muizen grap. Als ik ja, ja, gewoon ervoor zorgen dat de mensen die al op grapniveau mee zijn, ja, als mensen een tweede laag doen, dus ja, ja, precies. Ja. Ja. En zijn mensen waar jij vroeger naar keek? Of wat, voor jou, wat is voor jou de grote voorbeelden of zo? Ik weet niet of dat vorige keer heb verteld, maar dat is inmiddels lang geleden. Ja. Waar het bij mij is begonnen, is uiteraard heel veel comedians van mijn generatie, Eddie Murphy. Ja. Heel veel comedians zijn daardoor beïnvloed. Ja. Maar bij mij was het niet zozeer zijn stand-up, want dat kwam eigenlijk veel later. Hij heeft maar twee shows gemaakt. Ja, in de jaren 80, ja. Ja. En bij mij was het Coming to America. Ja. Ik vond die film al leuk, totdat onze buurvrouw een keer zei van, oh ja, maar hij speelt al die andere personages ook. Ja, ja, toen ging ja, ja. Ineens, wat kan één persoon dat allemaal doen? Ja. En toen ben ik dus met die stemmetjes bezig geweest. Daardoor ben ik allemaal typetjes en imitaties gaan doen. Ah, ik ben echt een bandrecord. Ging echt alle stemmetjes die Eddie Murphy deed, die moest ik ook ja, dat is ook daar is. En je kunt je ook afvragen of dat nu nog zou kunnen. Want hij doet natuurlijk ook alle etniciteiten en alles door elkaar heen. Ja, hilarisch, fantastisch. Ja. Wat vond je van die tweede film? Ja, weet je wat is met mij en Eddie Murphy? Ik ben niet de juiste persoon om die vraag te stellen, want hij kan niks fout doen bij mij. Ik vond is dat zelfs, echt? Ja, ik vond zelfs deel 2 van het gewoon leuk. Oké. Pluto Nash. Oké. Ja, daar gaan we. Jawel, ik weet de pijnpunten. Ja, oké. Okay. Ja. Pluto Nash is een van de slechtste films ooit gemaakt. Ja, okay. Science fiction film bij Eddie Murphy. Ja.
En ik ga een podcast maken over slechte films. En daar wordt die voor genoemd. Ja, door mij wel. Maar die is al op qua slechte films is dat er wel één. Ja, ja. En vond je die ook goed? Want dat vind ik gaaf, hoor. Ja, goed is niet per se. Ja, hij kan het niet fout doen bij mij. Want ik zie, het is steeds Eddie Murphy die het doet. Dus ik kijk naar andere dingen. Ik kijk niet per se... Er is toch sprake van dat een stand-up zou beginnen doen, hè? Ik denk niet dat dit goed is. Nee? Waarom niet? Omdat het al zo lang sprake is van dat hij het gaat doen. Ja. Ik weet niet of het... Het is ook wel... Ik bedoel, Delirious en Raw zijn twee shows van de jaren 80. Ze hebben al zo legendarisch en fantastisch en grensverleggend. Ja. Dat als je een oké show maakt, is het niet meer goed genoeg. Nee, zeker niet. De enige die dat gefixt heeft, is Robin Williams. Die in de jaren 80 shows gemaakt heeft. Oké, wel niet van, niet van de bekendheid van Raw en Delirious, maar wel ook geniaal. Geniaal stand-up show. En die heeft in 2002 dan... Ja, maar, na 20 jaar terug. Raw en Delirious deden. Ze gingen het was wat is het woord dat ik zoek? Het ging door cultuur heen. Het was echt wereldwijd. Ja. Was het een sensatie. Ja. Dat waren die shows van Robin Williams toch niet erg. Het was meer de witte publiek wat keek. Robin Williams te wit. Heb je nu gezegd? Robin Williams is te wit. Nee. Hij is fucking genius, maar ik kan niks quoten van zijn stand-ups, eigenlijk. Behalve het golfstuk. Golfstukje, maar voor de rest... Nog wel een paar dingen, maar dat zijn ook... Maar dat was veel later. Ja, dat was 2002. Daarom zeg ik, als hij dat kan, als hij net als Robin Williams gewoon zoveel jaar later gewoon terug een goede show kan maken, zou het wel heel gaaf vinden. Ja. Vind jij Robin Williams... Eddie Murphy... Mm-hmm. Is voor jou wellicht belangrijker dan Richard Pryor, maar is hem ook beter? Man. Richard Pryor had met andere dingen te maken, waardoor hij bepaalde comedians die misschien beter zijn overstijgt. Omdat hij te maken had met echte discriminatie, met echte racisme, met drugsverslaving, met... hij was ook nog in de fik. Ja, hij was ook drugsverslaafd. Ja, maar gewoon ook in de fik. Oh, je wordt gestopt. Fokkast. Richard Pryor en Eddie Murphy. Dat is wat ik vind... Ik bedoel, Richard Pryor is natuurlijk even de grootste. Ja. Maar Eddie Murphy heeft dan wel meegepakt en zijn ding van gemaakt. Ja. Dat is daar, Eddie Murphy is cool, Richard Pryor is een beetje sneu. Toen niet hoor. Op zijn prime was hij... Nee, maar de verhalen die hij vertelt, komt hij wel vaak als de... Ja, precies dat. Dat bedoel ik. Dat is ook hij is natuurlijk, Eddie Murphy is veel macho-er. Macho en echt... Eddie Murphy was volgens mij... Ik wil niet zeggen de eerste, want volgens mij was het... hoe heet hij nou? Andrew Dice Clay. Want ik wilde zeggen dat Eddie Murphy eigenlijk de eerste rockster comedian was, maar volgens mij was het Andrew Dice Clay. Ja, het zal elkaar niet verschillen, want Andrew Dice Clay is ietsje later, denk ik. Dus dat is niet zo. Ja, maar Eddie Murphy was echt een rockster, een sekssymbool ook. En dat was toen. Sam Kinison wou daar ook heel graag zijn, hè? Weet je, Sam Kinison? Ja, ook, ja. Die wou ook heel graag rockster zijn. Was het niet, maar hij wou het heel graag zijn. Ja. Maar Eddie Murphy was het wel. Ja, echt. Ja. Ja. En dat was. En filmster ook nog. Blockbuster en. Op dat moment was er nog geen Eddie Murphy. Hij was de Michael Jackson van Comedy Will bijna. Het is wel grappig het grappige is natuurlijk dat Eddie Murphy, dat Jan Dino, die maakt al, die heeft ook een paar films gemaakt, waar hij ook verschillende rolletjes in speelt. Ja. Dat is een beetje wat Eddie Murphy deed. Ja. Die probeert dat ook wel te doen. Als zie ik Jan Dino nu wat meer als Kevin Hart en Eddie Murphy. Ja. In de zin van, echt voor entertainment. Ja. Entertainment en showmanship en Want Eddie Murphy schopte ook wel tegen mensen hun scheen aan. Ja. Ja, maar ook niet bewust, maar gewoon omdat hij zo was. Ja, ik heb onlangs een ander ding, dat stuk wat hij doet over Bill Cosby. Over die laatste, ja. Dat Bill Cosby tegen hem zegt dat hij het woord fuck niet mag gebruiken. Ja, dat is nu met terugwerkende kracht nog hilarischer. Ja. Dat Bill Cosby tegen iemand gaat zeggen wat hij wel of niet mag doen. Ja, ja. En dat gaat over, en dat is echt een stuk van 5 minuten waarin hij Bill Cosby nadoet natuurlijk. De typische Bill Cosby manier dat hij aan de telefoon... En dan refereert hij ook aan Richard Pryor, dat hij zo zegt... dat Richard Pryor zo zegt van, als hij mij belt, dan het suck my suck my dick, weet je zo. Ja, dat is heel, heel... Suck my dick. Ik kan hem dromen,
En is dat iets wat je nog altijd zo durft opzetten, zo'n Roar of Delirious? Of ken je hem gewoon echt van buiten? Ik ken hem helemaal van buiten, maar weet je wat dus zo gek is? Als ik nu dan weer vooral Raw kijk, ja, en misschien aan mijn leeftijd en whatever, besef ik hoe fucking seksistisch het eigenlijk is. Ja, natuurlijk. Ja. Maar had ik toen nog helemaal, ik was toen nog gewoon tiener, puber, ik vond het allemaal cool en zo. Maar als ik nu naar terug denk, god damn man, dit was best wel, oh shit. Andere tijden. Ja, I know. Andere tijden, dat. James Bond is nog 20 jaar daarvoor. Hè? Dus je gewoon een vrouw af. Zeg maar, nu niet vrouw, de mannen zijn bezig. Nee. Zijn ze, dus dat is gewoon... Zei het ook in een interview met Sean Connery. Ja, it's okay to smack up. Give it a smack up by once in a while. I love it, Doe je veel, impressies ook in de show? Of niet? Dat ben ik nu steeds meer aan het doen. Ah, ja. Dat ben ik nu steeds meer aan het doen. En ik deed het altijd niet, omdat ik het altijd zo'n goedkoop trucje vond. Ja. Maar nu heb ik echt zoiets van, ja, maar dat is wie ik ben. Dat is wat ik thuis heb. Oh ja, nu in ons gesprek doe ik het ook. Dus nu doe ik het gewoon. En wie zit erin? Wie zit erin? Ja, Bane. Dat ga ik straks wel even doen. Bane van Dark Knight. Ah, ja. Dat ga ik doen. Philip Goebbels zit er af en toe zit hij erin. Philip Goebbels er ook in? Af en toe erin, als ik een goede bij heb. Als maar als men een stem zo meedoet en dan aan camera... Die kwam er zo al binnen en die zei, oh, ik zie niet, oh, je bent bezig, ja, ik ben bezig. Ja. Soms is hij beter. Als ik een microfoon heb, dan... Dat is natuurlijk wel, dat gaat bij de headset niet, dat soort nee, precies, dan kun je de microfoon lekker dichtbij en dan kun je ook fluisteren en ja. Daarom vind ik het leuk, ja. Wat? Zijn er stemmetjes of dingen die je wou doen die heel lang geduurd hebben voordat je die andere repliek kreeg? Morgan Freeman, dat is een lastige. Ja? Morgan Freeman, kun je God? Kun je God? Hè? Ja, hij kan God. Doe. Ja, maar ook weer... Wacht, moet ik even een slot nemen. Is dat zo? Ja, maar en met een microfoon. Morgan Freeman is lastig. En vaak werkt het of in de ochtend of heel laat, of als mijn stem warm is. Ja. Maar Morgan Freeman is meer... Andy Dufresne. Wacht even. Well. It's about time. I think it's about time. But I came back. Maar het is soms wel, soms niet. Maar dat hoor je toch. Dat is gaaf. Als ik God nodig heb, dan bel ik jou. Ja, helemaal weer. Ja. En dit doet flink. Behalve de films van Eddie Murphy ook wel een film nerd? Of is het alleen maar, kijk je alleen maar... Nee, ik ben niet echt een film nerd, want ik kijk wel eens, ik zie wel eens jouw posts voorbij komen. Nee, ik ben geen film nerd. Nee, ik hou gewoon van films. Ik ben een nerd als het gaat om bijvoorbeeld een Christopher Nolan film. Dan ga ik automatisch naartoe. Ja. Ik kom sowieso naartoe. En ik weet ook wat ik ongeveer kan verwachten. Dus mijn zintuigen staan extra op scherp. Dat is zijn eigen moeder waarschijnlijk. Waarschijnlijk is dat zijn... Nee. Ja. Dus ik zit de hele tijd zit ik al... Ja. Editor voor het al. Maar voor de rest... en films van Jordan Peele. Hebben jullie nu al gezien? Nog niet, die komt vanaf, vanaf vandaag. Ik heb hem toevallig eergisteren gezien. Bij ons is hij vanaf vandaag... Ja, ik had af aan het proberen, hadden we een kaartje. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Maar daar ga ik nog iets over zeggen, want dat is wel het goede wat hij gaaf doet. Is dat hij het ook, die heeft nu zoveel macht, dat hij ook kan zeggen, en niemand weet iets. Ja. Je weet gewoon niks, kom maar kijken en we zien wel. Ja. En dat is natuurlijk... En zeker bij die films is het gewoon goed dat je gewoon zo min mogelijk informatie hebt. Ja, ik weet al, het gaat dan over die cowboy, dat filmpje toch, met het paard? Ja, dat zit erin. En het gaat over een UFO en dat meer. Dat wist je zelfs al niet. Say less. Het gaat niet over UFO's. Okay. Jawel, maar dat zit denk ik in de trailer, in de teaser. Ja, ik zou het wel doen. Dus. En van Nederlandstalige? Weinig, omdat dat niet zo boeit eigenlijk. Ik kan weinig Nederlandstalige... weinig BN'ers kan ik nadoen. Nee, ik bedoel... BN'ers nadoen. Ik bedoel comedy. Humor. Comedy. Ik hou van verhalenvertellers. Dus wat dat betreft staat Erik van Souders bij mij echt bovenaan. Ja. Qua verhalen. Er is niemand die een verhaal van niks zo boeiend kan maken. 100%. Erik van Souders. Die gaat van heel met zijn lijf. Ja. Oh man, prachtig. Ja, dat is een genot om dat te kijken. Ja, ja.
Ja. Daar ook van. En ik, ja, als stand-upper ben je natuurlijk, kun je niet om Ronald Goedemond heen. Nee. Daar ben ik ook fan van. Ja. Maar een beetje net iets te veel fan, kennelijk. Want ik krijg heel vaak te horen van, ah, het is Ronald Goedemond. Een beetje Ronald Goedemond. Echt? Ja, ja. Maar dat is ook, en omdat we zijn, hij is iets ouder dan ik, maar waarschijnlijk ook van de Eddie Murphy generatie. Ja. En hij is Brabants. Ja. En, ben je ook van Brabant? Ja, ja. Van waar juist? ‘s-Hertogenbosch. ‘s-Hertogenbosch? Ja, ja. En waar woon je nu? Nog steeds in Den Bosch. Ah, nog altijd in Den Bosch. Alright, is dat daar? Is daar een comedyplek? Nee, Den Bosch meer cabaret theater. Oh, want pardon. Je hebt daar een. Oh, daar heb je een academie. Je hebt een Koningstheateracademie. Dus, ja. Ja. Dus de stand-up, daar wordt heel goed mee gekeken in Den Bosch. Nou, nee. Nee, het is dan wel leuk dat dan leerlingen van Koningstheateracademie dan naar mij toe komen. Ja. Als ze dan een stand-up ja. Hoek willen gaan. Dus je zou daar eigenlijk voor jou die les kunnen geven? Nou, misschien wel, ja. Nou, ik zal het bellen. Ja, dat is het. Ja. Ik zal het regelen. Ja. Ja. Nou ja, dat is toch een pak apart. Ja, ja, oh, ja, zeker. Want dat is natuurlijk... Het zijn vaak de meest dingen die het ogenschijnlijk simpelst uitzien, die vaak het moeilijkst zijn van dat soort... een mooi ingetogen verhaal vertellen is volgens mij makkelijker dan mensen heel snel aan lachen krijgen. Ja, ja, ja. Denk ik, maar... En vind je, als je avondvullend doet, dat ook, want ja, dat gaat dan over dynamiek. En, ja, ja, over, en moet er ook een serieus momentje in? Moet er ook een boodschap in? Of is het gewoon niet zozeer een serieus moment, maar meer een want je moet het publiek ook ruimte geven om te ademen, om even bij te komen. Dus ja. Even een stuk waarin niet per se gelachen hoeft te worden, dan merk je dat dat ook pijn is voor de dynamiek en ja. Dat het publiek even kan bijkomen. Dus dat zijn... Ja. Aantal theatrale elementen. Ademruimte. Ja, ja, ja. Ja. Om die een beetje erin te verwerken. Ja. Ja. En, dus dat, oh, en ook als het een pure stand-up voorstelling is. Ja, 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 ja. Dan vertel ik gewoon het lange verhaal. Denk je, ja, je hebt 3 kwartier gelachen. Nu gaan we even... Dus we hebben even 2 minuutjes. Even luisteren alleen. Is dat oké? 2? Ja. En waar try-out je dan? Maar is dat dan door heel het land? In ja, heel het land. Maar echt Groningen, Maastricht, Rotterdam, Den Haag, noem maar op. Want daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. Want ik ga, als ik in Nederland ga, ik niet zo vaak kijken naar comedy. Dan is het toch vaak ook in Toemler of zo, weet je wel. Dat is er een groot verschil tussen het publiek in Eindhoven of in Groningen of in fucking Breda of in... Eigenlijk valt het wel mee. Ik kan in principe, want je hebt mijn pakjes gespeeld. Ik heb vrij toegankelijke. Ja, 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 absoluut. Ja. Niet heel... Nee, maar observatief. Ja, ja, ja. Ja, ja. Vrij toegankelijk. Ik heb geen ingewikkelde dingen. Niet dingen die speciaal voor Den Bosch zijn of zo. Nee, ja. Maar ik kan in principe dus overal wel oké spelen, behalve Noord-Holland. Ik weet het niet wat met Noord-Holland is. Echt waar? Ja, Horen, Den Helder, dat gebied. Maar dat heb ik nogal gehoord hoor. Is er niet ergens een hoofddorp, een plek waar iemand... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oké, dat was juist. Nee, je hebt het oude raadhuis op in Hoofddorp. Dat is een en de Meersen. Hoofddorp. Ja, ik hoor dat dat vaak heel lastig is. Ja, ja, Noord-Holland, hè. Daar. Ja. Die hoek is gewoon... Ik weet niet wat het is. En willen die lachen of vinden die de rare dingen? Roepen die dingen doorheen? Of wat is het op zich? Nee, heel stoïcijns. Ja, precies. Reageren ze maar eens. Ja. Riepen ze maar wat. Zeg maar, het gestuurd. Zeg iets. Geef me iets. Maar ik weet niet of ik moet versnellen. Moet langzaam doen. Geef me. En komen ze de afloop wel zeggen dat ze het goed vonden? Tuurlijk. En dat wel. Ja, tuurlijk. Dus de kijkers zijn stoïcijns aan het kijken. En de afloop zeggen goed gedaan. Ja, goed gedaan. Hartstikke leuk. Ik ga thuis lachen. Ja. Ik heb al mijn lachjes in de kop gespaard. Ja, ja. Daar heb ik thuis ook nog eens iets, toch? Ja, ja, dan woon ik toch in Noord-Holland. Ja, dat is niemand bij. En is dat dan, dat is prettiger spelen dan de provincie Friesland en Groningen? Of is dat ongeveer hetzelfde? Hoe bedoel je? Nee, dat daar minder stoïcijns is. Die noordelijke provincies. Ja, ja, in principe wel, ja. Ja, ja, het is... even kijken. Ja, ja. Nee, eigenlijk alleen Noord-Holland, dat ze vrij stoïcisch zijn. Daar ga je gewoon nooit naartoe. Ja, jawel, dan wil ik juist gewoon, ik moet... Ja, je wil ze ja, overwinnen. Dom zelf, dat je gewoon bij een... ik zit er nog steeds mee, dit is echt, ik praat over 6 jaar geleden. Had ik fucking een preview van 10 minuten. En ik denk, ik kan 10 minuten rocken, maakt niet uit waar ik ben. 10 minuten, come on, I got you. Niks, nul. 10 minuten, ik denk, are you kidding me? 400 man, are you kidding me?
Maar, en, maar die andere daarvoor en daarna ook niet dan. Ah, Bert Gabriel ging lekker. Echt? Ja, ik was met Bert Gabriel, dat weet ik nog. Hij ging lekker. Hij ging lekker. Ik had 0 kaarten verkocht. Ja, precies 0 kaarten. Precies nul. Ja, precies nul. Nul, niet ongeveer nul. Nee, precies nul. Precies nul. Ik was met Bert Gabriel, dat weet ik nog. Ja, hij ging lekker. Nou ja. Ja. Misschien heeft hij... Had die, mensen, had die zelf mensen omgekocht? Ja, ik weet niet, maar misschien zag hij van, oké, dit werkt niet. Bij mij zag hij wat allemaal niet werkt. Hij zag allemaal wat hij niet moest doen en hij heeft het tegenovergesteld inderdaad. Ja, dat was wel grappig, inderdaad, met Gabriel. Goed, ik voelde me heel even Wouter Bonde wel. Die heeft zo'n podcast over slechte shows. Hebben we al gedaan die? Ja, waarschijnlijk. En zat die show er ook in? Of, Nee, eigenlijk niet. Hoofdrol heb je niet genoemd. Ik heb, nee. Oké, dus dit is een soort appendix voor Wouter Bonde. Nog uitkomen. En wat was de allerbeste show die je ooit gespeeld? Wat is de show dat je dacht van, ja, dit is... Lowlands. Daarom doe ik hem ook niet meer. Is dat echt? Ik heb 1 keer Lowlands gedaan. Dat ging zo hard. Ja? Dat ik daarna heb gezegd, ik klaar. Ik hoef niet meer. Daar, op dat woordje wil je blijven. Ja, ja, want het was... want ik heb... Je weet het, festival is altijd kut. Ja, tuurlijk. Ah, ja, tuurlijk. Maar ik denk dat de Van Peel die zei, ja, ik moet Lowlands spelen. Oh, maar ik zie die zitting. Nou, ik denk wel dat die omstandigheden oké zijn. Omdat ze het inmiddels zo vaak hebben gedaan. Ja. Dus het moet. De tent was perfect. En ik dacht, ik moest een half uur spelen. En ik denk... Die kent Voort Hassen, niemand kent mij. En echt een kwartier voordat ik op moest, op een rij buiten. Ik denk, oh shit, ze komen echt voor mij. Oké, op een gegeven moment kwam de MC, Howe Comproe was de MC. Nou, goed, lekker MC. Lekker MC, dak ging eraf en ik kwam op en echt alles wat ik zei. Wat mensen kan in die tent? 300. Ja, dat is echt een mooie zaal. Ja, en ik had echt halverwege zoiets van, oké, ik weet dat ik grappig ben, maar zo grappig. Je weet toch ongeveer, ik weet die mensen wel zeggen. Jongens, zo grappig ben ik. Nee, ik weet dat ik grappig ben, ik mag het best wel zeggen van mezelf, maar zo grappig ben ik echt niet. Maar dat ging dus zo hard, dat dacht ik nee. Dit, never again. Nee, gewoon, dit wil ik niet meer. Mijn ego kan dit gewoon niet aan. Nee. Als die volgende dan iets minder is. Precies. Ja. Mijn ego kan dit gewoon niet aan. Nee, dit is too much. Ik verdiende al deze liefde niet. Ik ging ineens terug op psycholoog. Nee, ik verdien deze liefde niet. En is het niet ook heel vaak zo, als je een hele, hele goede show gespeeld hebt, dat de volgende wat minder is, omdat je, dat ja, je zit, ja, op dat bolletje zit of zo? Dat is zo gek dat iets is wat gewoon blijft. Je kunt, ja. Ook al weet je gewoon, volgende wordt anders. Je zit alsnog, zit je met die vorige, je gaat hem even vergelijken. Ja. En werkt ook andersom werkt dat ook, als je wat mindere show gedaan hebt, dat de volgende dat je extra hard werkt omdat het een goede show is. Ja, 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 ja. Eigenlijk zijn mindere shows veel beter. Want je gaat... Nee, maar echt wel. Want je bent veel scherper. Je denkt, godverdomme, dat wil ik niet nog een keer. Nee, je ja, extra ja, scherper ja, ja. bent. Ja. Ja, als je op die wolk zit, dan denk je, jongens, ik kan het. Ja, ja. Je komt echt bijna zo op. Ja, ja. Dat jullie moeten blij zijn, want ik ben hier. Ja, ja. Dat is ook echt niet goed, joh. Ja, ja. En wanneer was dat weer in Lowlands? Oeh, ik praat echt over... dat maakt hem nog helemaal mooi. Dus ik was dus en klaar. Helemaal gewoon dak eraf gespeeld. Staande ovatie, bla bla. Ik was klaar. En op de grote zaal speelde Stromae. Dus ik was klaar. En ik kon naar... Ik liep meteen door naar fucking Stromae. Ik dacht, wat de fuck gebeurt hier? Ja. Dus het was in dat jaar dat Stromae was. Ik weet niet meer. Ja, dat kan ook verschillende jaren. Ja, ja, ook verschillende, nee, maar dus, ja, dat was gewoon een fantastische ervaring. Ja, ja. Ja. Dat ging zo hard. En de allereerste keer Fatou. Fatou is een stand-up middag. Wordt georganiseerd door Jeffrey Spalberg. Dat doet hij in de Bijlmer. Ah ja. En dat was... Bijlmer is een wijk in Amsterdam. Bijlmer is een wijk in Amsterdam. En dat was dus het publiek wat je kent van... hoe heet hij nou? Van Russell Simmons. De comedy show. Russell Simmons. Oh... Nee. Maakt niet uit. Waar Bernie Mac bekend mee is geworden, dat stukje. You don't understand. I don't scare you, motherfuckers. Nee, ik denk Def Comedy Jam. Def Comedy Jam, ja. Bijlmer was echt Def Comedy Jam publiek. Heel zwart publiek, blurt. Maar echt het publiek wat je alleen daar kent, dat je denkt, nee, dat gebeurt alleen daar. Ja. En dat was de reden waarom het een van mijn beste shows was. Dat was mijn 5e optreden ooit. Nee. Dat was mijn 5e optreden ooit, maar het was mijn allereerste betaalde optreden. Dus ik was al gewoon blij dat ik betaalde. Ja. En ze reageren precies zoals je dat wil als comedian zijnde. Gewoon de buren slagen op de been van de buurman slaan en opstaan. En, ah, ah! Ik denk, oh fuck!
En dat was mijn vijfde. Amerikaanse idee, ja, weet je, zoals Amerikanen ja, dat doen. moet je nagaan, maar dat was mijn vijfde optreden. Dus ik dacht, ik word een fucking superster, joh. Ik word een. Wat? Dit is mijn vijfde In de optreden. Bijlmer word je een superster. Dus die twee staan heel erg. Ja. Er zijn die. Want heel veel mensen zeggen altijd dat slechte shows belangrijk zijn voor je drive. Ja. Maar goede shows toch ook? Ja, zeker. Want dat zijn dan die high, die wil je dan nog een keer krijgen. Ja. Zeg maar. En daar raak je ook snel aan gewend als het goed gaat. Want ik kan me voorstellen dat als je je vierde aanvullende show, dus dan heb je. Ja, want hoe lang? Wat ben je dan? 10, 15 jaar? Op mijn eerste show was het 2013, ja, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ja, vanaf bijna 10 jaar. En heb jij ook niet Cultural Comedy Award gewonnen? Ja, dat was in 2008. 2008? Ja. Oh ja, dus ja, vanaf. Dan was ik waarschijnlijk ook daar wel. Was in Parktheater, denk ik aan. Nee, dat was in Arnhem. Waar was Arnhem? Dat was in het jaar, met Arby en met Seppe. Ah, ja. Wat, ja. Ah ja, als ik daar wellicht wel, of niet, ja, weet ik meer. Maar daar kan ik me niet meer herinneren. Maar, dus, want dat heeft... En heb je daarna nog aan andere festivals meegedaan? Ja, maar dat heeft ook heel lang geduurd, omdat ik eigenlijk geen zin had in festivals. Nee. Ik geloofde daar niet in, ik was te puur, oké, comedy, nou, bla, bla, bla. Ik was die gast. Ja, ja. Ken die gast? Ja. En toen heb ik in 2012, volgens mij, of begin 2013, kameretten gedaan. Heb ik een finale gehaald. Ah ja. Dus, en dan heb je wel die finalisten toe. En finalisten toe. En dat is natuurlijk, je kunt lullen, natuurlijk is het is belachelijk dat je dat soort wedstrijden, maar het is exposure en het is finalisten toe. Ja, precies. En daar moet je het om doen. Daar moet je het om doen, ja. Want zelfs als je niet wint, dan word je wel geïntroduceerd in, dat zijn vaak, bij Leids weet ik dat er ongeveer 40 shows zijn, dus dat zal ongeveer ook zoiets zijn. Ja. Dus dat zijn toch ook 40. Ja, maar het is vooral ook handig, je moet het... Het is handig om te doen als je van plan bent om daarna avondfilm te gaan. Ja. Niet als je daarna niks hebt. Nee. Dan is het gewoon... Nee, je moet klaar zijn om te winnen. Ja, ja. Je moet eigenlijk, je moet het seizoen daarna... je moet eigenlijk al aan 3 kwartier zitten als je daar meedoet. Ja. Dat het seizoen dan schrijf je nog een half uur bij. Dan heb je avondfilm. En het seizoen daarna kun je avondfilm. Ja. Want ja, of je nu wint of niet wint, maar het jaar daarna of 2 jaar daarna, dan ben je oud nieuws. Ja, ja, want het is ieder jaar, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar... Ieder jaar waren echt iets van 9 winnaars van een of andere wedstrijd. Ja. Ja, dat is echt niet normaal. Ja, ja, klopt. Maar ja, goed. En toen jij dat Culture Comedy Award ding won, heeft dat dan ook dingen veranderd? Of zat daar ook een finalistentour aan? Dat ook een finalistentour aan gekoppeld. En automatisch werd je dan ook lid van de Comedy Explosion. Dat was just, ja, bestond toen nog. Ja. Ja. Inmiddels is het geïmplodeerd, maar... ja, Frans Roel... En dat was ook een hele mooie leerervaring voor mij. Want je kon dan met die grote jongens, kon je dan gewoon mee toeren. Ja. Dat was een mooie. En dan... heb je nog andere projecten? Heb je zo tv-dingen of zo gedaan? Of? Ja, steeds kleine dingetjes. Dokter in de Zaal, samen met jou. Ja. Een panel... showachtig iets met Valerio, dat rare jongens heette. Oh ja. Ook een hele rare kerel, hè? Valerio, ja. Een aparte jongen. Ja, maar wel geinig. Hij is uit zijn eigen. Maar is die, als de camera uitgaat, is die dan precies hetzelfde? Hij is precies hetzelfde, ja. Ah ja, dus die is gewoon. Hij is gewoon zo, ja. Ja. Hij is gewoon heel blij. Het is ook een theatershow, hè? Ook waar ook mensen weglopen. Ik bedoel, die heeft toch ook een theatershow? Ja, dat weet ik niet. Valerio? Nou, dan ben ik in de war met iemand anders. Heeft hij niet in een theatershow? Nee. Dat is toch die gast met zijn snor? Nee. Oké, dan heb ik totaal iemand anders voor. Oké, dan moet ik die zo meteen googlen, maar dan weet ik nog niet. Oké, dan weet ik wie jij bedoelt. Ja, hij praat een beetje zo, degene die jij bedoelt volgens mij. Ja, ja. Ja, ja. Ja, maar hij is... Ik vind het heel knap wat hij flikt. Ik weet zijn naam... iets met een R volgens mij. Oh, ja. Volgens mij heeft hij ook zo'n rare naam of zo. Nou ja, ik weet het niet. Stefano Keizers. Stefano Keizers. Iets met een R. Iets met een O. Valerio, Stefanio. Oh, okay. Al hetzelfde. Oh, hij is wel apart. Ja, ja, oh, ja. Ja. Ja, maar ik denk dat hij, bij hem, want ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb het idee dat hij een beetje Andy Kaufman, ja. Dat niemand echt weet wie hij is. Want Stefano Keizers is ook niet eens zijn echte naam. Daar ben ik 2 weken geleden pas achtergekomen. Oké. Okay. Dus niemand weet wie... Maar ik vraag me dan inderdaad af, als de camera's uitgaan, hoe die dan is.
Niet. Maar Ik goed, denk die Valerio is heel iemand anders. heel Heel iemand anders. Heel iemand jammer. anders. Ja. Maar goed, en is dat iets waar je ambitie hebt? Want net als een festival winnen is tv natuurlijk een manier om bij het Ja, grote publiek te ja, komen. ja, ja. Voorheen niet, maar nu ik ook een beetje weet hoe tv werkt en Ja. hoe je een grap kunt vertellen op tv, Ja. wat erin blijft. Ja. Want dat zijn ook allemaal dingen die je moet leren. Ja, tuurlijk. Want eerst, ik heb het een paar keer gedaan waarvan ik dacht, oh, ik ben echt funny hier, ik ben echt funny hier. Maar het heeft de edit allemaal niet gehaald, Nee. omdat je niet weet hoe je het moet vertellen. Ja, ja, ja. En er zijn trucjes voor om op een bepaalde manier een verhaal te vertellen, waardoor je zeker weet dat hij in Ja, de iets ring blijft. refereren of Ja, dat, precies. of half erin het heet, bam. Ja, dus dan kun je een mooie callback maken. Maar Ja. als die callback uit uitzending niet heeft gehaald, dan... Nee, als het oorspronkelijk ding de uitzending niet haalt, heeft de callback geen enkele zin. Dus nu ik meer beter weet Ja, hoe dat dat is zo ook in weer elkaar een vak steekt, apart natuurlijk. zeker, zeker. Dus Ja. nu zou ik het ook wat meer durven. Ja, ja, Voorheen ja. had ik daar helemaal geen interesse in, omdat ik dacht, oh, moet ik ook dat gaan leren, hoe dat moet. En Ja. ik wil gewoon comedy maken. Maar nu... Ja, dat is ook een skillset die en jouw grote held Eddie Murphy had dat allemaal natuurlijk. Ja, maar hem liet ze ook gewoon praten. Als hij praat, Dan luistert je gaat er iedereen. niet doorheen. Hij komt eraan met zijn leren jas, met een zonnebril bij. Ik vind wel, wat ik wel echt gaaf vind, die Dolomite Is My Name. Hij is wel terug. Hè, want hij heeft in Door Pluto Nash en al die andere films, was het wat minder met hem, met Eddie Murphy. Maar nu is hem toch terug weer die coole gast. Maar het is. Want ik vond Coming to America, die tweede, niet super goed. Maar dat heeft wel veel voordacht gekregen. Ik bedoel, dat was wel succesvol. Zeker. En ooit een interview van Chris Rock. Aan hem werd gevraagd van, jij gaat om met de grappigste mensen van de wereld. Wie vind jij, wie is echt de grappigste gast? En dan zegt hij, moet hij zelf toegeven. Dan zeg ik, ja, ik moet gewoon toegeven. Het is nog steeds Eddie Murphy. Ja, Niemand ja, is ja, grappiger dan ja. Eddie Murphy. Ja, goed. Nou is het ineens een licht is. Nee. Oh, dat Wat is is. dat? Oh, jezus. Oh, nee, dat is daar niet. Waar komt daar het licht vandaan? Dat is Ah, die. daar, Oh, ja. oké. Okay. Wauw, daar ben jij. Ik zal ervoor gaan zitten. Oké, goed zo. ja, dus voor veel mensen is Eddie Murphy nog wel altijd de standaard. Ja. Kun je Eddie Murphy daden? Dat is het einde. Dat is het einde van Nee. Oh, dat is het einde ik van kan de Eddie Murphy podcast. daden, Podcast. maar Eddie Murphy speelt Fingerpoint. You got to point your fingers. You got to look at Eddie Murphy. You got to point your fingers. You got to. Het is vooral dat. Eddie Murphy is vooral dat. Is die stem veranderd door de jaren heen? Gek genoeg was hij de Eddie Murphy van de jaren 80. Hey, was veel lager. Ja! Eddie Murphy was, hey, you know, you gotta be, hey, you gotta see it. Maar nu is hij, hij is heel erg. Oh, shit. Hij is heel erg. Oh ja, Donkey, dat was hij ook, ja. En hij was ook de draak in de draak in Mulan, was die volgens mij. Ja, ook. Ja. Maar het is nu allemaal veel hoger. Gek genoeg was hij in de jaren 80 heel laag. Is dat omdat hij dan wat meer, nu iets meer family man is en toen wat meer de macho man? Ja, ik denk het. Ik denk het. Dat je stem daardoor. Ja. Is dat ook als je houding verandert dat je je stem aanpast? Ja, tuurlijk. Hij was toen was hij heel erg macho, heel erg seksistisch. En dan hoort ook die lagere stem. Hoort daarbij. Ja. Hey, you got en een leren pak. En een leren pak. Hartstikke comfortabel natuurlijk. Ja. Ben je nou je vestimentaire zaken, ben je daar mee bezig? Je... Nog één keer? Dat was een heel moeilijk woord. Vestimentaire, nee, welke, wat je kleren aan kleren had. Oh, oké. Okay. Vestimentaire keuzes. Damn, die moet ik even gaan googlen. niet zozeer, want misschien moet ik dat wel wat meer doen. Moet je een leren pak aan op het podium? Dat is eigenlijk de vraag. Het lijkt me zo fucking heet. Ja. Het lijkt me zo warm. Het lijkt me echt geest. Ik zou eerder een paars trainingspak zou ik met een paarse lederen pakken. Ja. Nou, nu wil ik wel naar je voorstelling komen zien en jou in een paars trainingspak. Dat ga ik sowieso één keer doen. Bij deze afgesproken. All right. Fouad, enorm bedankt voor het gesprek. Jij bedankt, man. Hartstikke top. Zo, nu is het weer. Jezus. Was toch wel een leuk gesprek? Ik vond het leuk, ja. En leuk over Eddie Murphy, dat is leuk. Ja, ik kan Maar dan heb je nu nog een beetje tijd om over... Wacht, hoe moet ik nou zien? Hoe moet ik nou zien? Je zou denken dat je dit vaker hebt gedaan. Nee, hoor.